Dus het moordonderzoek wordt nu gewoon belemmerd. Ja. Wordt tegengewerkt vanuit de psychiatrie. En het beroepsgeheim. En het beroepsgeheim. Ja. Mijn moeder is vermoord in 2007. Ze noemen het de Panaccia-moorden. Op 5 november 2007 is zij gevonden onder dit bruggetje in de sloot. Dus het moordonderzoek wordt nu gewoon belemmerd. Ja. Wordt tegengewerkt vanuit de psychiatrie. En het beroepsgeheim. En het beroepsgeheim. Ja. En nou ben ik een petitie gestart om dossier vrij te krijgen van die psychiatrische patiënt die daar loopt. De politie heeft het dossier in handen gehad. En wat doet die instelling? Gaat in hoger beroep. Het mag niet worden ingezien. Wat vind je ervan? Ja, niet goed. Gewoon tekenen. Ja, bam. Goed zo. Ik vind het heel moedig dat u uw verhaal heeft verteld. Het is uw persoonlijke verhaal. Maar het gaat u niet alleen om die zaak. U bepleit hier een verandering. Ik wil dat het voor onze zaak zou nooit opgelost worden. Ik voel me wel gehoord, Jero. Ja. Wel het gevoel dat ze naar me luisteren. Heb je ook het idee dat ze er iets mee gaan doen? Ik hoop het. Mijn gevoel zegt dat ze er wel een beetje mee aan de haal gaan. Iets meer ruimte te creëren.